Goedenavond, dit is het AT5 Nieuws van zaterdag 16 augustus. In de Kwelijnstraat in de Pijp zijn vanmorgen twee kraakpanden ontruimd. De brandweer verklaarde de panden gisteren brandonveilig na klachten uit de buurt. Alle krakers en één legale bewoonster kregen te horen dat ze vandaag voor hun eigen veiligheid de panden moesten verlaten. Tijdens de ontruiming boden de krakers vrijwel geen verzet, maar de huurster van een van de appartementen weigerde te vertrekken. De ME kwam vanmiddag met grof geschut de Kwelijnstraat inrijden, maar veel werk hadden ze niet aan de ontruiming. De krakers bleven netjes achter de afzetting staan. En in de panden werd wel geteld één kraakster gevonden en opgepakt. Het was vooral de zwangere legale huurster op 2 hoog die weigerde te vertrekken. Ze ligt al jaren in de clinch met de eigenaar over de staat van het pand en wacht al lange tijd op een nieuwe woning. Ik zit er al zo lang. Niemand heeft aan mij gedacht en mijn kinderen. Ik zat tussen de krakers. In het begin zat ik alleen in een woning. Niemand heeft aan mij gedacht. Waarom komt de gemeente nu pas? Ik heb de woning- en bouwtoezicht gebeld. Ik heb de politie die weet het. De buurtregisseur die weet dat ik in deze situatie zit. Waarom nu pas en waarom op deze manier? Nou, ik denk dat het gewoon een zetje is van de huiseigenaar om mij op deze manier eruit te krijgen. De huurster die is al 2 jaar bezig geweest om de eigenaar te bewegen de boel op te knappen. Want sindsdien is het al brandonveilig. Waarom denk je dat het nu wel wordt ingegrepen dan? Omdat de eigenaar nu suggereert dat hij weer iets met het pand wil doen. En afgelopen maand een oproepbrief naar de krakers heeft gestuurd van ik wil gaan verbouwen. En plotseling heeft de eigenaar weer zin om iets in het pand te gaan doen. De eigenaar kwam vanmiddag ook even polshoog te nemen. Ik hoor van de bewoners dat het al 2 jaar brandgevaarlijk is hier. Waarom duurt het zo lang voordat er iets wordt gedaan? Nou, als de brandweer niet pas besluit om het ontruimen, dan is het de verantwoording van de brandweer. Volgens de eigenaar wil hij dus maar wat graag aan de slag, maar ligt het stadsdeel hem dwars. Een welis niet te spel dus tussen bewoner en eigenaar. De brandweer heeft de eigenaar nu gesommeerd binnen 2 weken de woning zo aan te passen dat het weer veilig is voor mevrouw Alouari en haar 2 kinderen. In de tussentijd krijgt ze vervangende woonruimte, maar dat weigert ze zonder haar advocaat. Wat heeft het stadsdeel u aangeboden? Om naar een pensioen te gaan. Gaat u dat doen? Nee, dat ga ik niet doen. Maar dat betekent dat u gearresteerd kunt worden. Zojuist is de bewoner tegen haar zin in door de politie uit haar woning gehaald. Volgens burgemeester Cohen, die het bevel tot ontruiming gaf, moest de vrouw haar huis uit. Waarom heeft de politie de mevrouw in de Kwelijnstraat uit haar huis verwijderd? Ik kreeg er waren klachten in de buurt. Toen is de brandweer en bouw- en milieutoezicht eens gaan kijken. En die vonden het volstrekt onverantwoord dat het pand bewoond was. Grote brandonveiligheid. En toen is besloten om het pand in zijn geheel te ontruimen. Begrijpt u het verzet van deze mevrouw? Nou ja, dat is natuurlijk tegendeel van leuk. Dat als je opeens te horen krijgt dat je je pand uit moet. Maar ja, aan de andere kant, als het echt blijkt dat het zo brandonveilig is, ja, dan kan je ook niet zeggen van blijf nog maar even zitten. En het stadsdeel heeft vervangende woonruimte aangeboden. Het is ook de bedoeling dat mevrouw hier gewoon terugkomt in het pand. Maar op dit moment is het echt onverantwoord. En ja, stel dat er wat gebeurt, dan weet je ook precies wat er daarna gezegd wordt. Dan had ingegrepen moeten worden. Nou, daarom grijp ik nu in.